iedereen en welkom terug bij een andere Redstone tutorial. En vandaag heb ik voor jullie een double upward piston extender. En ik ging op internet zoeken naar double piston extenders die omhoog gingen en ik vond er wel heel veel. Maar geen een was zo klein als deze. Deze past in 3x3 plek. Ik ga jullie laten zien hoe die werkt. Dus wanneer die extend is het eigenlijk heel makkelijk. Deze torch gaat aan. Dus dat betekent deze piston gaat aan. En deze torch powert het blok erboven. Dus deze piston gaat ook aan. Nou, als hij retract. Deze repeater met deze torch zorgt ervoor dat deze piston langer aan blijft. Waardoor hij die naar beneden trekt. Hieronder zit een sticky piston. En daardoor, dat maakt dus een pulse generator. En daardoor retract deze piston. Of die bovenste. Dus zo werkt die. En ik ga je laten zien hoe je moet bouwen. En ik doe even times 1000. Zo. En even kijken. Hier beginnen we. Dus je zet zo een blok. Torch erop. Lever. Blok. Piston. Oh. Piston. Blok. Dan zet je hier een redstone dust. Hier een repeater. En die repeater staat op 1 tik of 2 ticks delay. En dan een blok met een torch. Hier twee blokken. Zo. Zo. Hier op redstone dust. Hier een piston. Zo. En deze staat op 3 ticks delay. Extend. Retract. Dus zo simpel is hij. En als je met een draadje erin wil gaan. Wat je dan moet doen is. Of je moet zo erheen gaan. Of je moet met een repeater. Dus dat was hem eigenlijk. En ik ga jullie laten zien waar het voor kan gebruiken. Of waar het ook voor wordt gebruikt. Als jullie het kennen, de Survival Game Server. Dat speelde ik ook een tijdje geleden. Daar begin je ook in een, in een plek waar alles... Dan chill je zo. En dan kan je er niet uit. En dan... Boom. En dan is iedereen vrij. Dat bijvoorbeeld. Dus dus ik weet zeker dat er heel veel andere dingen waar je het voor kan gebruiken zijn. En hij is helemaal flush met de grond. Dus je kan hier gewoon je vloer hebben. En hij doet het nog helemaal. Dus dat was hem eigenlijk. Hopelijk vond je het leuk. Like, comment en subscribe. En dan zie ik jullie de volgende keer. Doei!